Kijk, dit is een, in zekere zin, ik lijk best weet, maar dat ben ik niet. Ik ben op het laatste moment gekomen, maar ik zat in de auto, dus het was niet vermoeiend. Maar ik waste mijn gezicht op de toilet en mijn handen. En die handen, die kon ik steken in zo'n ding die je afdroog. Dat heb ik met mijn hoofd ook geprobeerd, maar dat is niet gelukt. En dat is jammer, maar dat komt doordat ik veel te veel heb geleerd in het leven, veel te veel kennis heb opgedaan. En wat, we zullen het vandaag over instincten hebben en ook over kennis. Ik had liever wat minder kennis gehad en wat meer instinct. Ik had liever op een oude hond gelegen dan op een oude Shimek. Want oude Shimek heeft allemaal gebreken, maar een hond ook, maar een hond blijft toch iets natuurlijks hebben. Henk van Horst wil ik dus voorstellen als eerste, maar ik wil hem... Henk, ik zou je dat niet makkelijk maken. Je moet zelf tegen de mensen zeggen, kom maar hier. Wat je allemaal, wat jouw verdiensten zijn. Want jij hebt, jouw spelers hebben zoveel gewonnen, dat je wil toch niet dat ik dat allemaal onthoud. Dat kan ook niet. Dat kan ook niet. Ja. En sommige dingen moeten uren geoefend worden, dat is saai. En daarom hangt het bij mij... Vroeger een plakkaat, de saaiste trainingen zijn de beste, hè? Dat moet je wel op kunnen brengen. De beste trainingen zijn saai, zijn dat hangt bij jou. Ja, en komt nog iemand binnen? Nou, er gaan een aantal weg tegenwoordig, dat was vroeger niet. Al degenen die het gehaald hebben, die hebben dat wel. Jij, hoe oud ben je? 17. 17. Gaat het goed? Hoe, wat betekent dat? Goed genoeg. Goed genoeg voor wat? Voor wat je met tennis wil. Ja. Wat wil je met tennis? Ik wil tennisleraar worden. Je wil tennisleraar worden, net zoals je vader? Nee. Waarom lacht hij? Je bent de moeder, hè? Want alleen de moeders lachen om, alleen de moeders lachen om vaders. Oh. Dat weet ik inmiddels. Moeders, let daarop, lachen om vaders. Terwijl jouw vader wordt bewonderd door andere vrouwen. Ja. Jouw moeder begon alvast om hem te lachen. Nou, nee, alleen de sport. Alleen met voor de rest. Wat doet uw man? Ja, we zitten in de ICT. Ja, dus uw vader sponsort dat, dat jullie aan sport mogen doen en jullie lachen naar mij. Nou, oké, jij ziet fantastisch uit. Dat is echt ongelooflijk. Heb je zelf goed gespeeld? Nee, niet echt. Je heet Stefan, hè? Ik heet Stefan, ja. En je naam, je tweede naam is moeilijk, dat is iets als Erik, maar dat is Erit, met dubbel T, hè? Ja. En je hebt ook Duitse ouders gehad, een beetje, gedeeltelijk. Helemaal. Maar je bent, men zegt over jou dat je ongelooflijk streng bent, klopt dat? Nee. Dat is voor alle mensen die niet willen doen wat ik... Ja? Vinden mij heel erg streng, maar mensen die altijd doen wat ik zeg, vinden mij heel erg grappig. Heel aardig, ja. Zo'n man zou je moeten hebben, mevrouw. Dan zou je anders piepen, hè, toch? Kortom, jij hebt een hele goede naam, je bent streng. Is dat nodig tegenwoordig, streng te zijn? Ik bedoel, hoe is dat met die jongeren? Als je dat zo ziet, je ziet dat jongetje die wil de top halen, kijk naar het haar. Het is wel zo modieus dat ik zou, als ze me vragen wat wil die worden, dan zou ik meteen zeggen spontaan fotomodel. Ja. Wat als je hem hebt? Nee, maar kijk, hij lacht zo leuk en hij heeft een beugeltje. Ja. Dus hij is niet... Hij is met die haar, ja, dat is een beetje naar de uiterlijk toe, maar hij schaamt zich niet voor dat beugeltje. Dus ik zou zeggen, het is perfecte jongen. Ja, ziet er goed uit. Ziet goed uit, dat kan wat worden. Ja. Nou, fantastisch. Dus het is niet zo dat hij de haar moet heel anders en dat niet. Nee. Hij mag gewoon redelijk zichzelf blijven of moet hij dat worden? Hij moet zichzelf worden. Moet zichzelf worden. Daar gaan we ook door. Dat vind ik een thema. Hij moet zichzelf worden.